Wij staan op dit moment voor de allerduurste winkel in Roblox. En als er iets is wat je moet weten over deze winkel, dan zijn het drie dingen. Het glipt, het is duur en het is heel erg goed beveiligd. Zie het zo. Een chocoladereep van €1 is natuurlijk iets wat je niet graag wilt kwijtraken. Maar om daar nou lasers voor aan te schaffen, om daar nou bewakers op te zetten, beetje overtrokken, vind je ook niet? Maar wat nou als ik hier een gigantische diamant in mijn handen zou hebben? Weet ik veel, 100 karaat, bestaat geloof ik niet eens. Nou en, ik heb geen verstand van diamanten, maar wat ik wel weet is dat zoiets beveiliging, lasers en slot en grendel genoodzaakt. Noodzaakt. Ik heb zin in Nutella. Oké, ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik de Roblox juwelier inloop. En de like challenge begint nu. Sorry, ik ben sneller. Ik heb deze challenge waarschijnlijk gewoon nu al gewonnen, want ik sta erin. En oké, waar het op neerkomt is dat ik voor mijzelf een aantal challenges heb. Challenge nummer 1 is dat ik alles mee wil nemen wat hier ligt. Deze gouden ketting, deze gouden ketting. Oké, we zijn gesnapt. Dat is wat ik bedoel met een uitermate goede beveiliging. Letterlijk, deze beveiliging is bizar. En dit waren alleen nog maar de mensen. En als er iets is wat je moet weten van mensen, is dat mensen soms misschien nog wel iets over het hoofd zien. Maar machines en robots doen dat toch wat minder vaak. En ja, ook die staan ingesteld op het proberen cool te zijn. Want dat is wat we allemaal willen, is het niet? Nee, waar het om gaat is dat wij dus eigenlijk gewoon simpelweg proberen om zoveel mogelijk met ons mee te nemen. Vanuit deze juwelier. En laten we gelijk naar de essentie gaan. Laten we gelijk naar de kern gaan. Laten we gelijk naar hetgeen gaan waar iedereen naartoe zou willen gaan. Namelijk de ruby, de sapphire en de emerald. Het zeldzaamste van allemaal. Voor alle duidelijkheid, hier kom je niet makkelijk bij in de buurt. Maar het is wel te doen. Vooral omdat je namelijk in eerste instantie op zich gewoon gezien mag worden. Dat heeft ermee te maken omdat zolang je zeg maar niks meeneemt wat niet van jou is, is er ook niet echt iets aan de hand. En mag je dus gewoon vrijblijvend rondlopen. Maar op het moment dat jij spullen met je meedraagt uit deze juwelier, waarvan de juwelier weet dat je er niet voor hebt betaald. Oh, ho, ho, dan zwijt er wat. Zo, kijk, dan zwijt er wat. Nee, dan is het niet op die manier. Dan is het... En dan ben je dus eigenlijk gewoon een soort van de pineut. Met andere woorden... Oh, oké, deze moeten we meenemen. Deze moeten we meenemen. Oké, we hebben het eerste dus nu al meegenomen. En deze moeten we ook zeker meenemen. Als dat even kan. Ja, die hebben we ook meegenomen. En deze moeten we ook zeker even meenemen. Ja, die hebben we ook meegenomen. Oké, dus nu zijn de cirkels om de bewakers en de spelers rood. Which means dat ze dus doorhebben dat wij hier op dit moment zijn. En dat wij misschien wel een aantal dingetjes hebben meegenomen die niet van ons zijn. Hoezo? Wat? Ik raakte het... Oké, ik raakte het aan. Zeg maar, soms besef ik mijzelf van, Job, het is een spel. Jij hebt misschien niet gezien dat je het aanraakte. Maar het spel weet waarschijnlijk wel wat jij wel en niet aanraakt. Sorry, ik raakte overenthousiast. Kijk, dat is ook misschien een goede tip voor spelletjes als dit. Wanneer je eenmaal een aantal van de dingen hebt die je wou hebben, is het ook verstandig om je erbij... Nou, niet om je erbij neer te leggen. Je moet hongerig... Nee, oké. Maar wat ik meer bedoel te zeggen is... Je kunt niet alle... Nou ja, je kunt tot een zekere hoogte... kun je niet verwachten dat je ongezien alles in dit spel kunt meenemen. Er is niet per se een limiet of zo, hè? Want theoretisch gezien kun je alles meenemen. Theoretisch gezien kun je alles meenemen. Met een maximum capaciteit, dus zeg maar een maximaal van 50. Hè? Je kunt 50 spullen meenemen, dan zit je backpack vol. Maar dan zou je in feite naar buiten kunnen gaan en dan zou je weer naar binnen kunnen gaan. En dan kun je verder gaan met je roverstocht. Maar waar het min of meer op duidt is... Je kunt er niet van uitgaan dat je dat doet en dat het zeg maar easy blijft. Het wordt alleen maar lastiger naarmate je meer dingen met je meeneemt. Je voert de bewakers een soort van aan om je beter in de gaten te houden. Oké, dus wat we nu gaan doen is we houden het bij eigenlijk gewoon onze enige soort van main focus. En dat zijn de... Waarom kijk jij zo verdrietig? Maar ik weet niet of jullie dat zien, maar sommige beveiligers die kijken echt super verdrietig. Kijk, dit is wat ik bedoel. Daar is de diamant die we echt nodig hebben. Dat is het allerzeldzaamste van allemaal. En ik denk dat ik eigenlijk al perfect weet hoe we daarbij in de buurt kunnen komen. Dat is gewoon via het kluisje. Dan pakken wij de diamant. Zo. Die is echt ongelooflijk veel waard. Ik ken de exacte waarde niet per se, maar ik weet dat de waarde hoog is. En dan springen wij naar buiten en dan hebben wij het gehaald. Dus dat is één manier om het te doen. Maar dan hebben we natuurlijk nog niet de rest van de spullen. Ja, inderdaad. En we gaan deze kant op. Oké, hoeveel is deze diamant waard? We hebben het allerzeldzaamste uit de juwelier. Oeh, dat is very nice. Dat is very nice. Maar nu wil ik het op een andere manier doen. Nu wil ik letterlijk alles meenemen wat we tegenkomen. Nu wil ik letterlijk alles meenemen wat wij tegenkomen. Dus deze ketting. Deze ketting. Nu is deze jonge man hier. Gaan we er even omheen. Wachten we even. Gaan we achter hem aan. Deze ketting en deze ketting. Alright, die hebben we dus allemaal. Dan wil ik vanuit de binnenkant wil ik ook een aantal dingen. Daar loopt gelukkig maar één bewaker. Dus het zou niet al te lastig moeten zijn. Ik wil deze ring hebben. Ik wil deze ring hebben. En ik wil deze ring op zich ook wel. Ik weet niet waarvoor, oké. Ik vind ringen gewoon awesome. Helemaal in een spel waarbij je het ongezien moet proberen te verkrijgen. Ik wil... Oh nee, oh oké. Ik raakte afgeleid. Job, hoezo? Oké, dat raakte niet afgeleid. Het is gewoon... Het is lastig. Oké, het is very, very, very lastig. Maar, we're gonna try this again. Oké, weet je wat ik deze keer wil doen? Ik wil zeg maar die diamanten die ik in mijn eerste soort van tocht door de juwelier heen oppakte, maar waarbij ik helaas afging. Die wil ik nu meenemen, maar deze keer wil ik dan proberen om dat in combinatie te doen met ook de grote diamant. Zeg maar de soort van opperdiamant die we eerder, om de reden dat we eerder al gesnapt werden, niet konden meenemen. Oh nee, want dat was door de laser was dat geloof ik. Ja, want de lasers, dat is ook iets waar je voorzichtig voor moet zijn. Oké, en zelfs hier beneden liggen geloof ik nog een hoop dingen. Ja, dat zijn deze dingen die ik mee wil nemen. Ja, dus te beginnen met deze. Of nee, dat waren deze eigenlijk helemaal niet. Deze hebben we nog niet eens echt gezien, zeg maar. Oké, en dan deze. Die nemen we... Oh, dit is zo lastig. Dit is echt serieus zo lastig. Ik denk dat je... Weet je wat je denk ik moet doen? Voordat je überhaupt ook maar iets meeneemt, moet je eerst kijken naar welke route de beveiligers lopen. En wanneer die route een soort van verduidelijkt is, dan pas moet je ervoor kiezen om zeg maar de diamanten mee te nemen. Of de materialen mee te nemen die er liggen. Maar je moet niet eerst de materialen meenemen en daarna denken... Oh, hoe lopen de beveiligers eigenlijk rond? Ik wil toch dit ook nog een keer proberen. Hier alles meenemen lijkt mij ook wel echt een heel grappig idee. Dus we beginnen met het horloge. Dan gaan we deze kant op, lopen we om deze dame heen. Pakken we dit horloge. Vervolgens gaan we deze kant op en pakken wij ook dit horloge. Springen we er overheen. Springen we er weer overheen en pakken wij dit horloge. Oké, dus de horloges die zijn nu van ons. Dan gaan we nu door naar deze soort van cirkel. Dan hebben wij hier een ring. Very nice. Dan hebben wij hier wat parels. Een parelarmbandje. Very nice. Dan hebben wij hier een ring. Hartstikke mooi. Super chill. Dan hebben wij hier een parelarmbandje. Nice. Dan hebben wij hier weer een ring. Hartstikke mooi. Dan hebben wij hier nog een parelarmbandje. Alright. Dan hebben we hier weer een ring. Oké. En dan hebben wij hier het allerlaatste ringetje wat we nog niet hadden. Waarom is het zo lastig? Serieus? Oké. We gaan dit gewoon nog een keer proberen. Het gaat lukken. Het gaat lukken. Het zal gaan lukken. Het is lastig, maar we weten nu in ieder geval al een beetje wat de manier is waarop zeg maar de bewakers rondlopen. Sowieso, maar dat is ook natuurlijk de eerste area. Dus daarbij is het ook gewoon wat makkelijker. Misschien dat we daarom ook maar gewoon gelijk door moeten gaan naar de volgende area. Om het gewoon even wat spannender ook te maken. Ik wil... de derde area. Zeg maar, want we gaan nu naar de tweede area. En dan klimmen we op die ladder via de lampen naar boven. En dan zijn we als het goed is bij de derde area. Dus hier klimmen wij naar boven. Als het kan. Kan het überhaupt via hier? Nee, dit is geloof ik makkelijker. Oké. Via de lampen klimmen wij naar boven toe. En there we go. Alright. En dan komen we dus nu bij een gedeelte waar de diamanten eigenlijk op zijn zeldzaamst zijn. Als ik dat zo kan noemen. Te beginnen met de emerald. Maar ik ga hem nog niet pakken. Want deze jonge man die gaat mij anders waarschijnlijk in de gaten hebben. Oké, nice. Dan wil ik eigenlijk deze hier ook wel een soort van met mij meenemen. Die hebben we ook. That's very nice. En dan deze hier wil ik ook met mij meenemen. Die hebben we ook. Nice. Dan ga ik via deze trap naar boven. Er rekening mee houdende dat het geloof ik nog wel eens lastig kan zijn. Oké, dan hebben wij hier de ruby. Die hebben we ook. Ja, nice. Oké, nee, dan gaan we even iets voorzichtiger te werk. Oké, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Waar gaat zij naartoe? Oké, we zijn weer beneden. Alright, oké, dit is moeilijk. Zeg maar, het is nu moeilijk omdat we weten dat we nu dus al niet meer gezien mogen worden, een soort van. Zeg maar, waar gaat zij naartoe? Ik snap het niet. Waar gaat zij nou naartoe? Deze jonge man die komt ook helemaal naar beneden lopen. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Gelukkig. Kijk, als wij nu gewoon snel naar boven gaan, dan zijn we hem een soort van voor. Oké, maar waar gaat zij naartoe? Ah, ik snap het al. Oké. Oh nee, oké, ik snap het. De volgende keer gaan we het proberen, maar ik snap het. We moeten proberen sneller over de laser te springen, dat die dame er is. Oh, dat is lastig! Bedankt voor het kijken. Oh nee, wacht, ik heb nog één challenge. Ik geloof niet dat jij sneller kan abonneren dan dat ik de winkel voor mij inloop. Als je al geabonneerd bent, dan heb je de challenge nu al gewonnen voordat hij begonnen is. Opperbaas! De abonneer challenge begint in 3, 2, 1. There we go! Oh, ik ben er nog net niet binnen. Maar nu wel. Misschien een onmogelijke challenge, maar ik zeg adios.